Het tekort aan politiemensen in onze regio wordt snel weggewerkt. Dat zegt de Dordtse burgemeester Wouter Kolff in een terugblik op 2019. Kijk, je ziet in de zorg, in het onderwijs, bij de politie, op allerlei takken van sport, zie je dat er gewoon gebrek aan mensen is. Het is niet eens gebrek aan geld vaak, het is gewoon gebrek aan mensen. We hebben te maken met een bepaalde demografische ontwikkeling waar we het mee zullen moeten doen. En wat heeft het nou vanuit veiligheidsperspectief dan, wat is dan de vraag? Zorg nou dat je dat vak aantrekkelijk maakt. Dus we zetten achter de schermen in op een hoger startsalaris voor politieagenten. Maar ook inderdaad voorzieningen zoals woningen. Daar wordt ook wel over gesproken. Hoe kunnen we nou zorgen dat agenten ook in de buurt van hun werk een goede woning kunnen krijgen? Daar moeten we als stad Dordrecht ook over nadenken. Als je dat dan geregeld hebt, dan komen de onderwijzers natuurlijk. Wij willen ook. Ja, natuurlijk. Dus maar die hebben we ook nodig, want onderwijs is ongelooflijk belangrijk voor de toekomst. Maar even terug naar die agenten. We hebben een aantal in het hele gebied van de eenheid Rotterdam een aantal opleidingenbureaus gekregen. En één daarvan is in Dordrecht gekomen, in Crispijn. Dat is ook door, laat ik het maar zeggen, stille diplomatie gekomen. Daar zitten nu dagelijks 40 agenten in opleiding. Die gaan weliswaar door het hele district heen, maar die opereren vanuit Dordrecht, vanuit Crispijn. Dus het feit dat je die opleidingsplek hier in Dordrecht hebt gecreëerd, zorgt ervoor dat er meer bouw op straat komt. En dat is even de algehele tendens. Het lijkt erop dat vanaf eind 2021 het aantal politieagenten dat weer zal toenemen. En het probleem zit er nu vooral in dat we veel agenten in opleiding hebben zitten. Zowel in Rotterdam als hier in Dordrecht, eigenlijk landelijk. En die tellen niet volwaardig mee, ondanks dat ze wel gewoon ingezet kunnen worden op straat. Dus dat is waar we nu mee te dealen hebben. We zitten nog 2 jaar met een probleem en daarna is het waarschijnlijk... 2 jaar hebben we een uitdaging en daar heb ik de laatste raad ook over geïnformeerd. Van, wat zouden we kunnen doen door net wat andere prioriteiten te stellen om dat te tackelen, dat probleem. En na die tijd, zul je ook zien, hebben we gewoon echt meer blauw op straat. Het hele eindejaarsinterview met burgemeester Kolff is zaterdagavond te zien op RTV Dordrecht.